De loop van een vuurwapen op nog geen 10 centimeter van je hoofd. Of het nou gaat om een nep of een echt wapen, dat doet er in zo'n geval niet toe. Deze traumatische ervaring zal een 17-jarige cashière voor altijd met zich meedragen. Het meisje zit op zaterdagavond 1 juni achter de kassa van de Jumbo hier aan de Julianalaan in Montfoort. Het is eigenlijk een avond zoals alle anderen. Totdat er om 6 minuten voor sluitingstijd, er ineens twee jongens de winkel binnenkomen rennen. Twee gewapende jongens. Ze stevenen recht op haar af. De voorste overvaller dreigt met het wapen en eist geld. Het meisje twijfelt of het wapen echt is en twijfelt daarom of ze de kassa moet openen. Maar om van ze af te zijn, doet ze het toch. Ze opent de kassa en stopt de inhoud ervan in de plastic tas van Lidl die de overvaller haar toe had gestopt. Dan rennen de twee de winkel weer uit. De een met die plastic tas met daarin ruim 800 euro. Een fietster die net voorbij komt rijden, heeft door wat er gaande is en probeert de overvallers te stoppen. Maar de overvaller met dat wapen slaat haar dan met dat wapen op haar hoofd. En ze weten te ontkomen. Ze gaan er dan rennend vandoor in de richting van de Lieve Vrouwengracht. Ja, Tom, en wat is er verder bekend over hun vlucht? Ja, we weten dat deze verdachte vanaf de Julianalaan dus richting de Lieve Vrouwengracht en dan linksaf richting de Oude Boomgaard en verder over de Lange Kerkstraat in zijn gerend. En in de Hofstraat raken we ze alleen kwijt. Ja, wat een enorme schrik voor de cashière. Hoe is het met haar? Ja, op zich naar omstandigheden wel redelijk. Gelukkig loopt ze weer stage en werkt ze ook weer achter de kassa. Oké, gelukkig. We zagen dat de twee overvallers zich best goed hadden ingepakt. Hè? Wat kun je over ze vertellen? Ja, de eerste overvaller is een jongen met het wapen. Dat is dus links op deze foto. Hij wordt geschat tussen de 16 en 20 jaar oud. Heeft een lichte huid. Hij droeg een donkerkleurige jas met een logo of soort van tekst op zijn linkerborst. Hij had zijn capuchon op, droeg blauwe handschoenen en hij had donkere gezichtsbedekking. Nou, hij had ook donkerkleurige schoudertas om en hij liet de cashière dus het geld in de plastic tas van de Lidl doen. De tweede verdachte, dus de jonge man rechts, is ook tussen de 16 en 20 jaar werd hij geschat. Heeft een lichte huid, droeg een donkerkleurige broek met witte strepen aan de zijkant met een wit logo. Droeg ook een donkerkleurige jas met datzelfde logo en witte strepen op de mouwen. Ook had hij zijn capuchon op, droeg donkerkleurige gezichtsbedekking. En hij had een donkere schoudertas met een blauw hengsel bij zich. Ja, en we hopen nu dus dat er kijkers zijn die iemand herkennen in deze jongens. Of misschien iemand herkennen aan de manier van lopen. Precies. Het zou mooi zijn. Heb jij een idee wie dit kunnen zijn? Of heb je ze voor of na de overval op 1 juni ergens gezien in Montfoort? De politie hoort het allemaal heel graag. Deel je info via de tiplijn 0800 60 70 of via meldmisdaad anoniem 0800 7000.